Het geriatrisch centrum ten Kerzelare schijnt model te staan op het gebied van het begeleiden en verzorgen van bejaarden. Er zijn heel wat buitenlandse delegaties op bezoek geweest. Maar nog nooit voordien kregen ze bezoekers vanuit China. Dat is nu veranderd door de komst van de 40-jarige Zhang Deyang, minister van Volksgezondheid in de Chinese Volksrepubliek, die vergezeld was van enkele medewerkers. Het gezelschap werd opgevangen door burgemeester mevrouw Verbist en de heren Kuilen en Martens van het centrumbestuur. Met veel aandacht luisterden de bezoekers naar de deskundige uitleg van directeur Kuilen. Die schetste de indeling en verdere plannen, waarna de heer Marten sprak over de manier waarop de bejaardenzorg wordt georganiseerd. Slechts één persoon van het buitenlandse gezelschap sprak een mondje vol Frans, zodat alles voortdurend moest vertaald worden. De Franse groep maakte dan een uitgebreide rondgang door de instelling, waarbij de minister heel wat belangstelling aan de dag legde. Hij had ook nogal wat vragen over de manier waarop het geriatrisch centrum wordt gefinancierd. Het buitenlandse gezelschap gedroeg zich los en ongedwongen. Als hoofdpersoon schrok Zhang Deyang zelfs niet terug van een vrolijk spelletje Shulbak, waaraan hij zelf evenveel plezier scheen te beleven als de omstaanders. In zijn dankwoord zei de minister dat zijn land nu nog geen grote problemen heeft met de veroudering van de bevolking. Die problemen verwachten zij wel na het jaar 2000. Alleszins had hij heel wat ideeën opgedaan die ook in China konden toegepast worden.